Deze nieuwsuitzending die gaat over de verkiezingen van 23 mei aanstaande, 2019 dus. En dan een soort van stemadvies. En ik denk dat je het beste kan stemmen op de FVD en de PVV. Ik zal uitleggen waarom. Ik heb net even in de rondte gekeken naar de partijprogramma's van de grote jongens. Dus PvdA, CDA, D66, GroenLinks. En daar word ik misselijk en draaierig van. Heb je nog wat kleinere partijen? Dan denk ik, ja. Misschien. Zo'n evangelische christelijke partij en die zegt Jezus ja, EU nee. Nou, ik vind het wel een aardige slogan. Maar ik snap niet goed wat die twee met elkaar te maken hebben. Kijk, toen de mensen naar Christus kwamen, met zo'n chagrijnig gevoel van ja, we moeten belasting betalen aan de EU van die dagen. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom dat echt waar is. Dat kan je gewoon zeggen. Het was de EU van die dagen. Wat we nu EU noemen, daar kom ik zo dadelijk op terug. Ja, die mensen, moet je kijken wat ik voor belasting betaal aan de EU. En Jezus zei, wat voor belasting dan? Nou, die mensen, hier moet je zien, dit moet ik allemaal betalen. Nou, zei Jezus, laat eens zien. Nou, hij pakt zo'n munt, hè. Hij zei, hé, daar staat het hoofd op van een of andere EU-leider. Ja, dat is de leider van de EU. Ja, die mensen toch zijn munt? Nou, teruggeven die munt. Gewoon, wij de dienst gevonden voorwerpen. Nou, volgende vraag. En waarom heb ik gelijk als ik zeg dat we het hier, dat Christus het had, want die mensen hadden het, over de EU van die dagen. Nou, de EU van die dagen in het land Israël, wat we nu Israël noemen. Er stond onder overheersing van het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat heeft dus gemetasteerd. Dat is van vorm veranderd. Net als, ja, kijk maar naar die film Alien van Ridley Scott. Uit 1979 of zo. Het beest dat metasteert. Dat verandert iedere keer van vorm. Je denkt dat je hem kent, maar dan wordt hij weer wat anders. Dat hoort erbij. Bij het kwaad hoort dat. Hè? Het goede blijft altijd hetzelfde. Het kwade verandert voortdurend. Want het kwade is nooit goed. Dus dat moet altijd verbeterd worden. Het is vrij simpel hoor. Als je het één keer doorziet, dan zei Johan Cruijff al. Hè? Je snapt het als je het inziet. En zo is het ook. Het kwade verandert altijd. Maar het blijft het kwade. Ja. En de Romeinse kerk, het Romeinse Rijk, dat heeft de Romeinse kerk. En de Romeinse kerk is oppermachtig en zo'n hele beroemde van de Romeinse kerk, Herman van Rompuy. Dat was de eerste president van de Europese Raad. Terwijl we nog hadden afgesproken in de jaren 80, jaren 90. Toen die heisa kwam met die EU. Dat we geen president van Europa zouden hebben. Nee, en die kregen we dan toch. Want we hadden immers de afspraak dat die niet zou komen. En dus kwam die wel. En dat is logisch. Want we hadden afgesproken dat er geen president zou komen. Dus dan kwam er een president. Ja, en dat is logisch. Want we hadden afgesproken dat er geen president zou komen. Dus kwam er een president. Maar die was dan wel van de katholieke kerk. De Romeins-katholieke kerk. Ja. Want we hadden afgesproken dat we geen president zouden krijgen. Dus kregen we die. Want dat hadden we afgesproken. Als je maar lang genoeg achter elkaar zegt, dan denk ik, ja, want dat hadden we afgesproken. Dat we hem niet zouden krijgen. En we kregen hem toch.
En wie doet er moeilijk over? Helemaal niemand. Vooral Frans Timmermans niet. Want die wordt lekker vicepresident. Onder Juncker. Juncker zou hetzelfde moeten doen als ik. Namelijk rabiaat stoppen met drinken. Alhoewel, dan wordt hij misschien nog gevaarlijker. Nee, laat Juncker maar lekker doordrinken. Gebruikt hij wel genoeg cocaïne eigenlijk? Beetje ecstasy'tje erin, zou ik zeggen. Zoals die beroemde comediant ooit uit Amerika zei. Nee, ik ben niet tegen drugs, ik ben voor drugs. Maar je moet ze wel geven aan de juiste mensen. Dat Juncker elke maandag krijgt zijn feestpakket voor de komende week. 15 flessen wodka, want het is multicultureel natuurlijk. Hè? Dus 15 flessen wodka de ene week en dan is het weer Griekenland week. En dan krijgt hij 15 flessen ouzo. En dan wat pillen erbij die dan weggespoeld kunnen worden met de ouzo. Zeker de, ja, want hij krijgt natuurlijk ook de week daarna, krijgt hij 15 flessen, wat doen we dan? Cognac, zo. Hoe heet dat spul uit Frankrijk ook alweer? Wat ze in Normandië doen met die appels. Calvados. Dat moet hij ook lekker vinden. Of we doen iedere keer een mengseltje. Echt multiculti. Gewoon één fles Calvados. Een fles Franse cognac. Een fles Ierse whisky. Een fles Schotse whisky. Dat smaakt toch anders. Een fles wodka. Die is dan van Poetin. Om de internationale betrekkingen een beetje... En een fles Libovic uit Hongarije. En trouwens, je Poolse wodka. Nee, wij zorgen wel voor onze eigen wodka. Naar Duitsland, gewoon een fles schnaps. Uit Nederland krijgt hij een flesje never. Ja, 15 flessen in de week, dan moet die man het wel van kunnen doen, denk ik hoor. Per slot voor rekening, hij moet ook niet de hele tijd thuis drinken. Hij krijgt ook nog overdag op zijn werk, krijgt hij ook nog te drinken. Dus dan zijn die 15 flesjes voor thuis. Hè? Die mag hij natuurlijk ook wel eens een keer delen met iemand die op bezoek komt. Hè? Ja, is toch iets meer dan 2 flessen per dag. Daar moet Juncker het van kunnen doen. En dan Frans Timmermans lekker als vice... president. Want we hadden afgesproken dat we geen president zouden krijgen. Dus kregen we hem toch. En nu hebben we ook een vice-president. Frans Timmermans. Ja, is er Frans Timmermans. Want destijds hadden we afgesproken dat we geen president zouden krijgen. Dus kregen we hem toch. Ja. De EU. Stel dat je laaien lichter zijn. Dus in de naam of in het woord van Christus moet je al je euro's die je hebt, ja, geef ze maar aan de EU. Wat maakt jou wat uit? En een gemiddelde EU-ambtenaar die verdient 305, nee, die kost ons 345.000 euro per jaar. Ja, ja. Ja, ja. 345.000 euro. En dan zitten wij hier in Nederland een beetje armoedig te doen met een balken en de norm. En wat is dat tegenwoordig? 175.000 euro? Nou, daar lachen ze zich helemaal kapot over in Brussel, man. Door die 40.000 ambtenaren, die zitten 2 keer boven de balken en de norm. Snap je? Die kijken naar die Nederlanders en die denken, wat een stelletje armoezaaiers zeg. Die mogen wel wat meer betalen voor de afdracht. Het is zo'n oplichtersbende. We hadden namelijk afgesproken dat we geen president zouden krijgen, dus we kregen hem toch. Want er was afgesproken dat we er niet eentje zouden krijgen. Dus toen kregen we hem toch. En waarom kregen we hem? Waarom kregen we nou een president in Europa van de Europese Raad? Nou, die kregen we... omdat we afgesproken hadden dat we geen president zouden krijgen. Ja, dus oorzaak en gevolg. Hé? Je spreekt wat af van wat je niet zou krijgen en dan krijg je het toch. Ja, het is echt verschrikkelijk. Al die partijen zoals de PvdA en de CDA en D66. En dat praat dan over een sterk Europa. Is het vet nou weer? Met z'n allen naar de sportschool? Is een Europa sterk als een ambtenaar 345.000 euro per jaar kost? Krijg je daar een sterk Europa van?
Hebben zij het idee dat als we nou de kosten per ambtenaar opdrijven naar 700.000 euro, dus zeg maar een factortje 2 erbovenop, hè, dat het dan nog sterker wordt? Dit is maffia. De oplichterij, man. En ik ga lekker door. Er is iemand. Ja, je kan dus nu kan je stoppen. 10 minuten. De aandachtspannen van de gemiddelde kijkeraar is er voorbij. Nou, het is nu duidelijk dat mijn punt is. Stem alsjeblieft FVD en PVV. Het zijn de enige partijen die nog tegen de EU zijn. Ik geef ze weinig kans, maar. Ja, je moet toch wat. Het levert in elk geval op dat ofwel. Als wij echt allemaal heel braaf gaan stemmen. Ik heb dus, ik doe dan niet mee. Ik stem dus wel nu, dus met mijn stem. En iedereen moet met FVD en PVV gaan stemmen. Want ja, mijn ene stem, ja, dat maakt ook niet uit. Maar als jij naar mij luistert en ja, je krijgt vrij van je baas, mag ik aannemen. Met een beetje mazzel. Om te gaan stemmen. Ja. Of je toch in de uitkering. Ja. Dan ga ik eens stemmen, man. En dan FVD, PVV. Ja. En er zijn twee mogelijkheden. Of die twee partijen, die lukt het om ons te ontlasten van dat Europese juk. Van die 345.000 euro per jaar per ambtenaar. En dat zijn toch 40.000 ambtenaren. Dus dat is een aardig centje, hoor. Plus al die aanhangende kosten die de Europese Unie ons oplevert. Want we hebben dus dat waar ik het nu over heb, die 345.000 euro. Die heb ik trouwens helemaal voor jullie voorgerekend. Ik heb een spreadsheet gemaakt. Moet je even zoeken op Europese Unie of zo, of EU. Nieuwsuitzending Huppeltje Pup. Er is niet eens zoveel bekeken, by the way. Valt me tegen van jullie. Zeker omdat ik het heb over geld. Oh nee, niet over geld. Maar geld is toch wel leuk, hoor. Dus als je het wel hebt. Hè, dus als je geld tekort hebt, is dat niet zo leuk. Maar als je het hebt, dan is het wel leuk. Dan kan je bejaardentehuis openen. Voor al die bejaarden die in de steek zijn gelaten door die gescheiden kinderen. Ja, we kunnen niet langskomen, want ik woon tegenwoordig in Vlaardingen. En Manlief die woont in Otterlo. Het is al zo'n gedoe met die kinderen. Hey, kunnen we ook niet nog een keer naar mama? Oh, trouwens, mama is ook gescheiden. We hebben ook papa nog. En die zit in Heerhugowaard. Ja. Nou, dan kan je weer een bejaardentehuis openen. Ja. Stop je ze daar lekker in. Hebben die oude mensen toch nog wat? Ja. Dat kan je makkelijk doen, hoor. Dus, 40.000 ambtenaren lekker allemaal pingpongen met een uitkering. En, ja, dat scheelt een hoop geld. Ja, dat 345.000 euro per jaar of ja, de uitkering is. Ja, 1.000 per jaar. Daar moet ik mee kunnen doen, hoor. Ik krijg ook niet meer. Dus, trouwens, ik krijg allemaal niks voorlopig, maar. Ja. Genoeg. Dus, ga aan je werk, vlerk, zolang het nog kan. Dat was een leuke mop van Nederlands Hoop. Dus stemadvies voor de Europese Unie, FVD en de PVV. Met als optie dus, als we dan de meerderheid bereiken met die twee partijen, dan gaan we als een sodemieter stoppen met het betalen van poen aan de Europese Unie. Dat doen we gewoon niet meer. Die hele euro mogen ze wat mij betreft ook lekker dus Europees geld. Dus leuk als je in Europa gaat reizen, dan heb je de eurootjes bij je. Dan kan je lekker betalen in Roemenië, ja. Maar hier in Nederland heb je toch geen euro's nodig, gaat er weg. Door Johan van Enschede, die techniek, die bestaat toch nog wel. En trouwens, we doen het elektronisch. We zitten het over te zeuren. Gewoon elektronisch geld en pinautomaten. Dat worden gewoon printers. Je steekt je pasje erin. En dan denk je, hallo, bent u die en die? Nou, dan heb je de mogelijkheid of je doet een pincode. Of je doet bij die extra luxe dingen, dan doe je een vingerafdruk of zo.
Of een iris-scan, wat je maar wil. Ja. Nou, dan heb je afhankelijk van de veiligheid van je ingestelde dingen, heb je dan een krediet van wat je mag pinnen per dag. En in dit geval is dat printen. Gewoon printen. Er zit blanco papier in. In zo'n pinautomaat hoef je niet te kraken. Het enige wat erin zit is blanco papier. Nou, en dan druk je op die toetsjes en zeg, dan kan je gewoon je bedrag intoepen. Je wil 350 of zoiets. Als je 350 wilt, doe je 350. En dan zeg je 1 biljet ervan. En dan zeg je maar 1 biljet van zoveel en zoveel en zoveel. En dan print. Het wordt gelijk afgeschreven van je bankrekeningnummer. En dan komen van die biljetjes uit. En er zitten keurig zo'n QR-code of zo zit erop. En je mag een decentje kiezen. Hollands meisje, Drents meisje, wat je maar wil. Gelders meisje. Zeeuwse zwaan. Vuurtoren. Ja, dat je de oude weer hebt van dat leuke geld van Nederland. Ik zeg, doe maar een zonnebloemetje. Ik zou het wel houden op zwart-wit hoor, maar... En je weer de gesodemieter met die kleuren inkt, is die weer op. Kost alleen maar geld, man. Nou, en die dingen hebben een pincode. Nee, er zit een code op, dus dan weet je precies waar die uitgegeven is. En de dingen waar je dit inlevert, die biljetten, ja, bij de horeca of whatever, daar worden ze ingescand. Flip, flip, flip. En vernietigd. Ja, dus je betaalt je rekening. Hè, het einde van de avond ben je helemaal zo. Mocht ik nou merken? Ja, die zijn 38.169 euro. Dan kijkt die klant zo. Ik wil de tent niet kopen. Ik vraag alleen om de rekening. Oh. Nee, dan is het 38,73 euro. Nou, maak er maar 40 van. En dan geef je zo je briefje van 40. En nu een bliep. En terwijl die gebliept wordt, wordt die gelijk een versnipper aangedaan. Zop. Dan wordt het bijgeschreven op het saldo van de kroeg. Klaar. En duikt zo'n nummer op buiten de reeks. Ja, dan kan het dus niet, hè? Dan is het een pliep. Vals geld. En dan vooral niet gelijk alarm brullen. Nee, stil alarm, hè? Even die valse munten opsporen. En op valse munterij is excommunicatie. Wordt de samenleving uitgedonderd. Als ze daaraan gaan beginnen, laat maar zitten. Dan mag je niet meer meenemen. Laat het zomaar doen. En stoppen we lekker met die rare EU. Ik ben er helemaal vanaf. Het meeste betaalwerk gaat toch elektronisch. Dus waar heb je het nou over? Ja, je hebt een kleine dingetjes. Ja, dat is tientjes werk, man. Je gaat er niet een auto kopen met contant geld. Zo de mythe op. Tja. In briefjes van 1000 is 100.000. Een auto is een Tesla. Dan gaan ze 120.000 euro. Dan moet je 120 briefjes van 1000 euro op tafel leggen. Ja. Even tellen, meneer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jan, waar zijn die 7 kratten Amstel? Ja, wil je niet getallen brullen? Ik ben het geld aan het tellen. Oh, sorry. Maar ik denk dat als de PVV en de FVD de grootste worden, dat ze samen een meerderheid hebben, dat we dan nog steeds de EU niet uitgaan. Dat is wat ik denk. Ja, dat is nu een vermoeden van mij. Ja. Dus als we dat experiment nou eens doen. Als we het gewoon allemaal stemmen op de FVD en de PVV. En dan kijken wat er gebeurt. Gaan we dan de EU uit? Nou, ik zeg je maar niet. Maar ja, dat kan ik wel zeggen. Maar zolang die partijen niet de grootste partijen zijn. Ja, is mijn woord alleen maar fantasie. Nou, we eerlijk zijn. Daar heb je helemaal niks aan. Zeg niks. Perry heeft dat gezegd. Ja, haha. Je weet het helemaal niet.
Maar als we nou eens dat experiment gaan doen, dan weten we het zeker. Dan is het wel jammer natuurlijk, hè, dat we dan in één keer het geloof in de FVD en de PVV dan kwijt zijn. Want dan hebben ze ons daadwerkelijk besodemieterd. Maar dat is misschien, als het zo is, hè, dan is dat maar goed ook. Wat is dat nou? De waarheid kan hard zijn. De waarheid kan vervelend zijn. Maar het niet kennen van de waarheid, terwijl die hard en vervelend is, dat is erger dan de waarheid kennen die hard en vervelend is. Ja. Yeah. Zeker weten. Snap je? Nou dan. Nou, reuze bedankt voor het luisteren. Dit wordt een lekkere korte uitzending, zeg. Ik leer het steeds beter. Dus het stemadvies voor 23 mei aanstaande 2019 is FVD en PVV. En kijken of we daarmee wegkomen uit de EU. Zou het werken? Of hetzelfde geld werkt het? En dan ben ik de eerste om te zeggen, nou, mijn naam is Perry Winkel en ik heb maandenlang lopen roepen op het internet van de PVV en de FVD. Nou, dat wordt helemaal niet uit de EU, want die zijn lui besodemieteren de boel. En met deze, ik heb dus betaald voor één fles whisky, die gaat naar Geert Wilders. Die wordt morgen bezorgd door slijterij Woudenberg uit Wageningen. En die andere fles, daar moet ik er even onderhandelen, wordt waarschijnlijk Calvados. En die gaat dan naar Thierry Baudet. Als excuusmateriaal. En bij deze beloof ik dat ik ze nooit meer zal beledigen. Totdat ik daar weer zin in kreeg. Maar als ik het dan weer bij het foute eind heb, ben ik de eerste om te zeggen dat ik het bij het foute eind heb. Tuurlijk. Dat nou. Ik vermoed dat het zo is. Ik vermoed dat ze ons voor de gek houden. En dat het schijnoppositie is. Oftewel bestuurde oppositie. Een oppositie die mag oppositie zijn totdat ze te veel slagkracht, daadkracht zouden gaan krijgen. En dan worden ze teruggefloten. En dan kunnen Thierry Baudet en Geert Wilders zich in allerlei bochten gaan wringen om onder die verkiezingsbelofte uit te komen. En dan zeggen wij weer voor de zoveelste keer met weer zo'n politicus waarvan je dacht van ja, tijdens de verkiezingen is het dit en is het dat en is het zus en is het zo. En dan zitten we met onze bips in het plusje, het rode plusje. En dan is het niet thuisgeven. Het zou ons kunnen gebeuren. In elk geval niet stemmen op de VVD. Want die willen 60% van Nederland gaan bedekken met zonnepanelen. Want dan worden we helemaal CO2-neutraal. En ze willen verplicht vaccineren. Daar ben ik ook op tegen, want dat mag helemaal niet. Het lichaam van een mens, dat is de verantwoordelijkheid, het eigenaarschap, eigendomschap van de mens. Kijk, jij als koe, hè, in de biodinges, ja, daar heb je weinig zeggenschap. Hè. Je kan het moeilijk zeggen, de koe is baas in eigen koeienlichaam. Want die krijgt de hele tijd te eten van de boer en een natje en een droogje en een dakje boven zijn hoofdje en zo. Dus die koe die wordt ingeënt wanneer de boer daar tijd voor vindt. Hetzelfde geldt ook voor konijnen, katten en andere beesten. Maar mensen, hun lichaam, dat valt toch echt onder het zeggenschap van de mens. En die mag je niet verplicht gaan injecteren met vaccins die niet dubbelblind getest zijn. Ook dat nog een keer. Dus je mag ze nee. Dat is tegen de rechten van, ja, zeg het maar in. Dat is absoluut wanstaltig. Dus de VVD niet op stemmen. De SP die wil ook totaal ongeteste vaccins verplicht. Op straffen van excommunicatie, geldboetes, zeg het maar. Verplicht jonge mensen laten injecteren met spullen waarvan de SP ook wel weet dat ze dat helemaal niet getest hebben laten hebben. Ongeteste junk eventjes in aderen en andere lichamelijk materiaal laten spuiteren. Is misdadig. Dat je dat alvast weet. Ik heb het gezegd. Nou dan.
Nou, mensen, ja, super bedankt voor het luisteren dus. Dat zei ik net al. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En stem PVV of FVD.